bijzondere interview vanavond, Ted en André samen. Vandaag is het Ted officieel contract verlengd, contract getekend. André, wat is jouw reactie hierop? Nou, daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Ted heeft het tot nu toe goed gedaan. We werken fijn met Ted samen. Hij heeft toch een relatief nieuwe groep effectief team weten te smeden. Dus ja, niets dan blijheid vanuit de TC in ieder geval met het verlengen van Ted. Ted, dat moet fijn zijn om te horen. Ja, nee, absoluut. En ik vind ook dat het contact met de TC en met name met André, dat dat prima verloopt. Er gebeurt niks zonder dat wij het niet weten. Alles wordt prima overlegd. Ja, en dan moet je natuurlijk niet vergeten dat de resultaten er ook mee helpen. En ja, dat is van mijn kant ook dat ik het ontzettend naar mijn zin heb. Met een hele fijne spelersgroep. Waarin we aan het begin van het seizoen ergens mee naartoe wilden groeien. Nou ja, en dat gaat prima zo, denk ik. En dat kunnen we alleen maar uitbreiden. Is er enige vorm van twijfel geweest? Nee, absoluut niet. Nee, want ik vind het. Ik ben er trots op dat ik hier mag werken. En ik denk ook dat de club daar blij mee is. Want ja, er is een rust binnen de club. En dat is denk ik wel belangrijk. En dat is wel eens anders geweest hier, dat weet je natuurlijk. En dat geeft helemaal niets, want dat hoort ook wel een beetje bij IJsselmeer van Hoos. Maar ja, we zijn ergens naartoe aan het groeien binnen de club, binnen de kaders waar de club graag naartoe wil. Nou, en ik ben daar een soort manager van, een soort bedrijfsleider om dat te leiden. Nou ja, en daar is de club heel erg tevreden mee. En ik zelf ook. André, de afgelopen week hebben we afscheid genomen van drie spelers. Of gaan we afscheid, is bekend geworden, gaan we afscheid nemen van Makiet, Camelia en ook Darder. De Visser, excuus. Wat vind je daarvan? Ja, afscheid nemen doet natuurlijk altijd pijn. Het zijn wat mij betreft voortreffelijke jongens, goede spelers. Anders waren ze hier ook niet gecontracteerd destijds. De andere kant is natuurlijk dat in het geval van Makiet, ja, die speelt niet veel. Die jongen die komt dan bij je en die vraagt van ja, ik wil graag toch wat meer aan voetballen toekomen. Nou ja, dan zeg je van ja, dat begrijp ik. En nou ja, dan is het ook zo, dan moet je ook zo'n jongen dat gunnen, denk ik. En niet willens en wetens in huis proberen te houden. Want ook voor Makiet zijn vervangers te krijgen. Dus wat dat betreft zitten we daar niet aan vast. Camelia eigenlijk een beetje iets ander verhaal. Die speelt wel wat meer. Maar die heeft natuurlijk vorig jaar onder Leushuis heel weinig gespeeld. Is op een gegeven moment op de linkerkant terechtgekomen. Hij geeft gewoon te kennen voor de club en voor het team doe ik, en voor de trainer doe ik dat. Alleen dat is niet mijn favoriete positie. Nou, als hij dan dit jaar weer op die linkerkant terechtkomt, dan is het ook logisch dat hij bij mij komt en vraagt van ja, ik wil graag dan toch wat meer wat anders. Want mijn kwaliteiten liggen op de rechterkant. En zo is hij destijds ook gehaald. Dus ja, daar heb ik dan wel begrip voor en daar werken we dan aan mee. En Kevin de Visser, dat is natuurlijk een heel sneu verhaal. Die is hier gekomen. Ook een beetje op samenspraak tussen mij en Ted. En tussen de TC en Ted, laat ik het zo zeggen. En ja, uitstekende speler in mijn optiek. Raakte in de uitwedstrijd bij Spakenburg, als ik goed heb, geblesseerd. Ja. Dan hoop je dat zag er relatief niet heel ernstig uit in het begin. Dus je hoopt dat hij snel weer aan spelen toekomt. Ja, en hij loopt nu nog steeds, is nog steeds met hersteltrainingen bezig. Uitzicht op herstel is ook nog niet van die aard dat we zeggen hij kan volgende week al spelen. Ja, dan moet je op een gegeven moment, we moeten ook keuzes maken. We moeten door naar volgend seizoen toe. En ja, toen heb ik gezegd van ja, misschien is het dan toch verstandig dat je iets anders gaat doen. En tot mijn grote vreugde is hij bij Koninklijke HFC terechtgekomen, waar hij natuurlijk vorig jaar ook uitstekend heeft gedaan. Dus daar gunnen we hem ook van harte. Een simpele rekensom, twee verdedigers weg, één voor teruggehaald, dus er komt nog wel wat bij hier en daar. Nou, we hadden een lichte overschot in de verdediging en dat komt natuurlijk omdat destijds hadden we wat geblesseerden. En dan met name Corti, dan moet je toch iemand erbij, een vervanger zien te halen. Corti wordt weer fit. Nou, dat betekent dat je ook weer van eentje afscheid kan nemen. Dus we gaan even kijken hoe we dat verder in gaan vullen. Maar in principe denk ik dat we defensief het redelijk op de rit hebben. En misschien dat er nog iemand bij komt, maar dan kijken we op ons gemak naar. We hebben nog tijd. Ted, hoe ver verschilt IJsselmeers van je vorige club? Quick Boys, Rijnsburg, HC? Nou, je merkt natuurlijk wel dat de druk hier wat hoger ligt. Hè? Zeker van de mensen eromheen. En aan de andere kant, ja, bij iedere club is er wat, zeg ik altijd. En iedere trainer markeert er wat, bij iedere club markeert er wat.
En bij HFC is het misschien wat gemoedelijker. Hè. Bij Quick Boys was die druk ook behoorlijk hoog. Maar dat was vooral de druk hè, om te kijken of je daar op het hoogste niveau kon komen. En dat steekt daar natuurlijk enorm, dat ze niet op het hoogste niveau spelen. Dus daar spelen dan weer andere factoren. Ja, en bij Hardenberg en bij Rijnsburg hebben het denk ik prima. Hardenberg stond op dat moment bij de onderste in de hoofdklasse en uiteindelijk weggegaan. Toen stonden we in de top van de topklasse. Nou ja, het verhaal van Rijnsburg is bekend. Maar dat zeg ik bij iedere club is er wat. Het is maar net waar je je thuis voelt, ook als trainer zijnde. Ja, en over het algemeen pas ik me altijd wel aan de cultuur van de club. Nou is het zaterdag, super zaterdag. Wat voor verwachtingen heb jij, André, van zaterdag? Nou ja, we zijn natuurlijk op trainingskamp geweest, we zijn teruggekomen en we hebben eigenlijk een hele goede start van de tweede helft van het seizoen. En als je het aan mij vraagt, Excelsior maar Sluis natuurlijk ook. Dus dat wordt een interessante wedstrijd. Waarbij ik natuurlijk hoop dat we in ieder geval een goed resultaat neerzetten. En hoe dat zal me dan even op dit moment niet zo, vind ik niet zo belangrijk. Maar wel dat we een goed resultaat halen. Volgens mij is dat aan Ted en de spelers wel toevertrouwd. Hoe zie jij dat, Ted? Hoe zie jij Excelsior Maassluis? Ja, dat is natuurlijk een hele degelijke ploeg. Hè? Een ploeg ook die razendsnel in de omschakeling is. En ze hebben geloof ik de laatste 13 wedstrijden hebben ze niet verloren. Dus dat zegt nogal wat. Ja, en we moeten niet in niveau lopen. Je zal het geduld moeten bewaren, want zij wachten op dat foutje wat jij maakt. Ja, en dan komen ze er razendsnel uit. En op het moment dat ze dan voorkomen, dan gooien ze de pot dicht. En dan wachten ze weer tot jij dat foutje maakt. Dus wij moeten ervoor zorgen dat wij voorkomen. En dan moeten zij misschien iets meer risico nemen. Dus ja, net wat André zegt, ik denk dat het een interessante wedstrijd kan worden. Dus met de zieke boeg, geblesseerde boeg? Nou, prima. Hè. Tot nu toe geen jongens die alleen Ali Akla hebben wat last gekregen van een opzwellende lies. Daar had hij al eerder wat last van. We dachten dat het over was, maar speelde van de week toch weer op. Dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. Maar voor de rest hebben we iedereen buiten dan Ali en Yannick, de eerder geblesseerden die al genoemd werden. Hebben we iedereen aan boord? Kevin. Ja, Kevin de Visser, man. Werd al genoemd. Tot slot, zeg het goed als hier twee tevreden mensen staan? Absoluut, absoluut. Ik ben erg content met het verlengen van Ted en met de resultaten op dit moment. En ook met de versterkingen die we voor volgend jaar hebben weten aan te trekken. Dus niks aan toe te voegen. Heren, bedankt.